Zo jongens, lekker naar de stek lopen. Lekker. Ik denk wel een beetje in het zonnetje zitten, maar ja, om een uur 5-6 is die zon wel wel weg. Dus dan is het nog wel goed te doen. Even kijken. Daar zitten er een paar te vissen, maar die zitten wat verderop. Daar heb ik geen last van. Zo, alles is neergezet. Stoel. Alle andere spullen. En ik ga hier met mais beginnen. Doe ik twee maiskorrels. Ik heb van die Lacebo Sweet Corn. Ik had geen zin om naar de Albert Heijn te gaan. Dan heb ik ze maar bij Van Vrede deze speciale mais gekocht. Maar je kunt net zo goed gewoon de mais pakken hoor. Maakt volgens mij geen enkel verschil. En dan prik ik voor de versiering. Prik nog een maai op de hak. En dat doe ik met het puntje. Normaal doe je ze door de kop, hè, waar die twee oogjes zitten. Maar ik doe het met het puntje. Want dan neemt hij niet zoveel plek op in de haak. Aan de haak. En dan hoop ik dat de vis wat beter haakt. Dat was een tip. Die had ik gezien van Anja de Groot. 3 keer wereldkampioen vissen. Voor Nederland. Zo, even kijken of dit allemaal goed blijft zitten. Anders moet ik het voer nog wat natter maken, maar het ziet er nog goed uit. Ik ga ook niet met een korf voeren. Oh, ik had eigenlijk eerst moeten uitgooien en dan de lijnclip moeten zetten, maar goed. Maakt niet zoveel uit. Nou ligt hij eigenlijk al goed. De feeder ligt uit. Tegen de overkant aan, tegen de planten waar ik hem altijd gooi. Voer zit erop. Ik heb mais met 2 maai. Twee maiskorrels met 1 maai zit eraan. Nou, het is nu 2:30 of zo. Ik verwacht nog niet dat ik nu in deze vroege tijd hier veel beet ga krijgen. Ik denk pas om een uur of 5, 6, 7. Maar dat maakt niet uit, ik had geen zin om thuis binnen te zitten. Dat was veel te lang gedaan de afgelopen tijden. Dus ik ben er klaar voor. Ik heb ook nog dit bij me. Mainline Match Cell Sticky Syrup. In de vorige Feeder Friday had ik ook van Mainline zo'n ding. Maar dat was meer een flavor alleen. Was wel ook cell flavor. En toen goed opgevangen. Maar deze Sticky Syrup die heeft ook die cell smaak. Maar die maakt de pellets ook nog een beetje plakkeriger. Eigenlijk flink plakkeriger, want ik had er een keer te veel in gedaan, jongen. Ik kreeg niet meer van mijn hand af. En als het voer nu heel droog wordt, dan mix ik hier wat van er doorheen. Nou plakt hij weer goed aan de method feeder. Dat is althans de bedoeling. Nu ik toch het geurspul gepakt heb, ik het meteen even erop doen. In ieder geval op de method feeder. Ik zal even de montage laten zien. Ik heb een 1800ste lijn, dat is voor hier is dat zat. Als er nog veel kaper zou zitten, dan zou ik misschien nu gaan tot 2500ste met een iets zwaarder hengel. Maar voor hier is dat prima. En aan de nylon lijn van 1800 heb ik een lus gemaakt. Daar heb ik dit dopje overheen geschoven van de method feeder. En die method feeder die is hier gewoon ingehaakt, kunnen jullie misschien zien. Er zit zelfs nog een bolk op, waardoor die niet snel er vanaf gaat. Dan schuif je gewoon eroverheen. En dan heb je hier de elastiek, dat vind ik eigenlijk hartstikke fijn. Want ja, dan kan ik toch, de kans dat ik vis verlies is gewoon veel kleiner met deze elastiek.
En een 4 inch koer onderlijn met haakmaat 16. Met een maai en een speedstop en twee maaiskorrels. En deze method feeders, die kun je ook nog die pijpjes hier, die kun je loshalen. Dan kun je nieuwe kopen met elastiek. En de zwarte elastiek is redelijk stug. En als je een elastiek wil hebben die verder uitrekt, maar denk ik ook wat zachter is, dan kun je van die pijpjes kopen met een witte. En die pijpjes kun je zo eruit duwen, zeg maar. Trek je zo eruit, dan kun je daar ook weer een korf op schuiven. Of iets anders, je kunt redelijk snel wisselen. En je hebt van die pijpjes, ze zitten hier bij het elastiek. Er zit ook nog een quick change bead. Zo'n kraaltje, zeg maar. En dan kun je gewoon in zo'n haakje de onderlijn hangen en dan de rubber weer eroverheen schuiven. Dan kun je veel sneller van de onderlijn wisselen. Nu steek ik hem altijd doorheen en dan maak ik zo'n lus. Maar ja, met die beads kun je dat veel sneller doen. Dus dat is aan zich wel grappig. De voerbak pakken. De mainline sticky spul. Ah, dit is eigenlijk voor het voer aan te maken. Die andere is eigenlijk meer de geurstof. Maar dan doe ik gewoon een beetje een druppeltje erin. En dan normaal leg ik het, ja, zou ik het doen. De mais daarin, maar doe ik nog niet en ik ben bang dat ik hem kapot kneep. Voer erin. Goed aankniepen. En haal hem zo eruit, zie je. Dan zit hier nog een beetje die goo op. Die sticky syrup. Nou, dan is in principe goed om uit te gooien. Ruikt al goed. Ruikt heel erg naar kokos. Dat werkt altijd wel goed. Jo, precies waar ik hem wil hebben. Laat ik hem afzakken. Verder doe ik er niks aan, behalve de lijn. Alleen een beetje strak trekken, zeg maar. Zodat ik de aanbeet beter kan zien. Maar een method feeder, in principe laat je hem gewoon, dan moet je niet gaan trekken natuurlijk. Want het voer ligt precies bij die method feeder, eigenlijk op dat hoopje aas. Even met mijn illegale katapult. Het mais bij schieten. Ik kan niet zoveel pakken in één keer. Kijken of ik het zo ver haal hoor. Ja, toch wel redelijk. Dat valt me niet tegen, het is een hele goedkope tatti katapult. Ja. Schiet toch redelijk daar tegen die lelies aan de overkant. Dat is precies waar ik hem wil hebben. Een beetje ver uit mijn kamer. Ja, ik gooi toch nooit altijd precies op dezelfde plek. Daar kan ik niet goed genoeg voor gooien, dus ik kan beter overal een beetje voeren. Komt dat helemaal goed. Jong. Er kwam net een oude man voorbij. Die had iets verderop gezeten. Had nog geen aanbeet gehad, helemaal niks. Maar die. Ik heb anderhalf uur gezeten, nu ga ik weer terug. Dat is natuurlijk niet heel lang, hè, anderhalf uur. En hier bijten ze overdag sowieso nooit. Die kun je. Na 9 uur 's morgens doen ze hier helemaal niks meer. En dan. Om een uur of 6, 7, dan begint het hier weer. En ja, dat moet je een beetje weten, maar ik ben nu wel eerder gekomen, want ik zat thuis. Ik had alles klaarstaan en ik denk, oh, wat de f***. Dan heb ik in ieder geval de kans om wel wat te voeren en zo. Als het dan dadelijk 6 uur, 7 uur is, dan vangen er wel eentje. Maar, moet een beetje geduld hebben, hè. Het is wel een beetje een rare tijd nu met die shit corona. Het begint volgens mij nog wel leuk, maar... Ja, niet voor die mensen die het hadden natuurlijk, maar lekker thuiswerken en zo. Maar ik heb toch wel te doen met mijn dochter. Ja, niks gaat door, alles is afgelast. Het is echt, die verveelt zich helemaal kapot. Snap ik wel. Het is wel een paar keer mee geweest vissen. Maar ja, dat is niet iets wat ze elke dag wil doen. Dat snap ik ook.
zijn niet allemaal zo gek als ik. Maar ja, allemaal een beetje gekke tijd, ja. Ja. Moet maar roeien met de riemen die we hebben. En ja, voor mij persoonlijk maakt het niet zoveel uit, want ik kan lekker vissen en dan werk ik s'avonds vaak. Overdag heb ik toch nooit zin om te werken. Meestal s'avonds pas. Ik weet ook niet waarom dat is, maar ja. En het zij zo. Ik zit in ieder geval goed. Het voer is klaar. De hengel ligt uit. Kalm, visje. De eerste is binnen. Nou, nog niet binnen. Maar de eerste vis van vandaag is er. Nou, 2 uur zitten. Maar goed. Maakt niet uit. Mooie platte. Ik krijg een hoop reacties van jonge mensen die zijn aan het vissen. Die ook gaan feeder vissen naar aanleiding van eigenlijk van de video's. De meeste vissen in de jeugd zijn roofvissers, maar ik vind het altijd wel leuk om te zien dat er ook feeder vissers tussen zitten. Die vragen wel eens van, wil ook een kanaal beginnen, heb je nog tips? Nou, ten eerste doe ik ook maar wat. Maar als ik tips zou moeten geven voor de jeugd die wil feederen of vissen en een videokanaal wil beginnen, dan zou ik eerst zorgen dat het geluid goed is wat je opneemt. Maar met een telefoon en waait een beetje, dan is het enorm takkelawaai. En mensen kunnen slecht beeld kunnen ze beter verdragen dan slecht geluid. Als je slecht geluid hebt, dan haken ze meteen af. Het is voor niemand leuk om te kijken. Dus dat. En ten tweede, gewoon jezelf blijven, jongen. Niet te gek doen. Niet denken dat je de hele wereld aan het verbeteren bent. Dat is echt niet zo. Maar, gewoon jezelf blijven. Beetje zoals dat verhaal van die man met dat kind en die ezel die door het dorp lopen. En de man heeft die ezel vast en het kind loopt ernaast. En dan zeg je voorbij de gang, zeg je, hey, wat zielig, laat het kind niet lopen, man. Zet het kind op die ezel. Dan denkt hij, oké. Zet het kind op die ezel. Lopen ze naar het volgende dorp. Roepen ze, zijn je verkeerd bezig, want die oude man die moet op de ezel, dat het kind kan makkelijk lopen. Nou, zet hij dat kind eraf, gaat hij zelf erop zitten. En komen ze weer naar het volgende dorp. En dan zeggen ze van, ja, jullie kunnen best allebei op die ezel zitten, want dat is veel beter. Hoeven jullie allebei niet te lopen. Zitten ze allebei op de ezel, dan komen ze uit het volgende dorp. Oh, dat is zielig voor die ezel, zoveel mensen erop. Jullie moeten draf. En jullie moeten de ezel dragen. Uiteindelijk dragen ze dan met een tweede ezel. Dat gebeurt er als je naar iedereen luistert. Moet je niet doen. Nou ja. Je kunt wel luisteren, maar je moet wel je eigen plan nemen, weet je wel. Niet, anders ben je ook maar zo'n speelbal van iedereen. Je moet gewoon je eigen ding doen. En, dat dus. Ja, weet ik veel, weet je wel. Oh ja, en als je minder dan 30 uur in de week tijd hebt om het te doen, dan moet je het ook niet doen. Ik doe dit allemaal naast mijn werk. Ik heb werkdagen als ik het vissen meetel, jongen. Oh. Daar ben ik wel 30 uur in de week mee bezig, zeker. 40 ook wel. En nog 40 uur met mijn werk. Ik snap soms niet
hoe ik dat volhou. Nou, dat kan ook alleen maar als je het leuk vindt, anders kan het helemaal niet. Eventjes een beetje het haakmat van dat maken. En, dat ligt wat makkelijker voor die mannen. Zo. En even kijken. Weer aan de knoepert. Alleen maar dikke brazen. Vang ik. Die heeft een smerige wond op zijn rug. Een paar wonden allemaal. Hè. Oh, die paar wonden. Hup. Oh, het begint hier pas wel te doen. Zo. Rustig. Kleine lap. Dikke lap. Dat is toch een mooi formaat brasem. Zeker weten. Snel terug. Gaat ie. Ah, nice. Nu weer snel een nieuwe voersje eraan. Ik vang ze hier allemaal op twee maiskools. Met een een mooi eraan. Op een of andere manier, ik weet niet waarom, maar ik heb hier eergisteren gezeten met mijn dochter. En toen vingen we ze ook allemaal op deze combinatie. En ik had er eerst een worm aan nog. Het probleem met de worm is, het is een heel drassige grond. De worm is meteen verdwenen. En twee maiskorrels staan. Met een maai heb ik toch wel wat beweging. Maar die maai trekt nooit die maiskorrel zeg maar onder de modder. Dat gebeurt gewoon niet. Dus dan heb ik een beetje het beste van twee werelden. Dat is in ieder geval mijn theorie. Er zou wel niks van kloppen, maar dat is mijn theorie. Hopla, zo, kijk. Dan die weer mooi naar de overkant. Oh, die is nog aan het opnemen. Stop met opnemen. Oh, kut. Veel te ver naar rechts. Zo, het is half zes. Meteen toen half zes twee aanbeten. Twee goede aanbeten. Mooie brasems. Dikke. Er kwamen wat mensen voorbij, dus ik had niet zoveel zin om die vis te gaan showen. Maar zijn ze toch op de stek. Daarna nog wel een aanbeetje gehad. Het is nu 6:15. Ik denk zelf dat het rond 6:00, tussen misschien 7:00, dat het dan gaat gebeuren. Hoop ik. Maar goed, deze twee vissen is natuurlijk al meegenomen, want ik zit hier al vanaf 2:30, hè, dus dan om 5:30 de eerste aanbeet. Dat is best wel taai. Maar dat wist ik van tevoren, ik zei al, het is niet een stek waar je overdag veel vangt. Ik weet niet waarom dat is, maar ja, toch meestal tegen de avond. Maar ja, het is overal eigenlijk beter meestal tegen de avond of 's morgens, maar hier wel helemaal, zeg maar. Maar goed. Er zit lekker zonnetje op het bol op het gezicht. Dus mij hoor je niet klagen. Hey, ze liggen allemaal daar. Waar bij die liliebladen. Schiet er af en toe wat mais bij. En als ik mais erbij geschoten heb, dan worden ze weer een beetje actief.
En ja, het zijn grote braasems die daar zitten, blijkbaar. Dus zo ga ik niet twee maiskorreltjes voeren, want dat snuiven ze door de neus op, jongen. Die zuigen dat helemaal leeg. Ik wou nog wat laten zien. Ik heb nou een nieuwe feederdoos gekocht. Deze van Guru. Dat is niet goedkoop. Maar het is wel een fijne box. Een plastic box. Er zitten soort dingen. Kun je onderlijntjes precies opspoelen. Er staat dan 10,2 inch, 7,6, 8,1. De lengte van de onderlijn staat erop. Kun je zo hier opspannen. Er zit hier een bak, hier heb ik korven in zitten. Hier. Nou, daar kun je in principe van alles in doen, maakt niet uit. En dit zijn ook nog bakjes. En hier heb ik mijn method mold en ook nog een paar korfjes. Hier matchline boilies. Hier heb ik mijn onderlijn in zitten, maar die doe je dadelijk op dat spoeltje, zeg maar. Hier heb ik nog niks in zitten, maar dat komt ook nog wel een keer. Een mes, hier heb ik een schaartje. Heb ik al mijn method feeders, zoals jullie zien. Die liggen daaronder met het schaartje. En ik wil het niet te dik opstapelen. Zo, hier is ook een klein bakje. Heb ik al mijn prikkers, zeg maar, in zitten. Hier heb ik de Marcel Power Guns waar onderlijntjes in zitten. En je kunt er ook andere dingen verkopen, dus je kunt er zeg maar deze eruit halen en dan kleine bakjes in doen met waar je kralen en zo allemaal kunt in doen. Dus ja, ik ben er wel over te spreken, zo waterdicht. En het is natuurlijk goedkoop, het is van 50 euro of zo. Maar ik heb het wel allemaal lekker op orde zo, dus dat is natuurlijk wel mooi. Nou, ik heb ze op de stek, jongens. Ik heb de brasem op de stek. Hij gaat lekker. Is dat wel een brasem? Ja, ja. En de bream. I'm the bream queen. Motherfucking bream queen. Yeah, yeah. Lekker met de guru, met de feeder. Dikke, dikke bream queen. Oeh, come on, baby. Oeh, dikke, 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 dikke lap. Oh, come on. Het lijkt wel of ze pas aan de kant wild worden. Gekke beesten. Come on. Relax, relax, relax. Relax, relax, relax. You will be okay, little bream. Oh ja, little. Wel echt grote jongens. Het zijn toch wel echt lappen. Kijk maar. Dat is mijn hand. Oeh. Dikke, nou, wat zijn die wild, jongen. Dat heb ik nog niet vaak meegemaakt, dat ze zo wild zijn. Ik moet er meteen weer vandoor. Dikzak. Oh. Hoppatee. Ik mag niet klagen. Het gaat best lekker. Ja, een stuk of 5, 6 van die mooie platten boven water gehaald. En ik krijg nu regelmatig beet, het is nu 6 uur. En dadelijk het schemer is, als die zon achter de bomen weg is. En het wordt hier wat donkerder en koeler. Dat is altijd goed. Ik weet niet of het vandaag zo is natuurlijk. Maar meestal is dat wel goed. Dus ik ga ervan uit dat het vandaag ook goed is. Ik heb een trui bij, dus ik kan even blijven zitten. Volgens mij had ik even beet weer. Even in de gaten houden. Dus lekker. Oh, kom helemaal tot rust. Alle corona gezeik. Prachtige visserij. Oeh, jongens. Weer een dikke platte. Een mega platte. Mega grote platte. Appetee. Oh, nice. Nice, 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 nice.
zijn die wild. Dat is niet normaal zo wild. Rustig. Poh. Onthaakt zich gewoon al zelf, hè. Auto-release. Oh. Auto-release. Ik ga nou wat van dit spul door mijn voer doen. Niet te veel, maar een beetje. Dan even lekker mixen. Lekker mixen. Zo. Een lekker geurtje in mijn voer. Even ruiken. Oh, dat ruikt lekker, jongens. Zou het zelf opeten. Ik had in deze chuck mais gedaan. De warm deze eigenlijk helemaal niks. Die had ik er net aan. En een mooie brasem. Mooi. Het is wel een dikke en dikkere dan net, denk ik. Nog een lap. Wat een lappen. Oh. En een dikke. Oh, wat een gewicht. Zie je allemaal. Kijk, hier zie je wat ze geschuurd hebben. Wacht eerst even onthaken, dat is belangrijker. Hier die schuurplek op die brasem. Dat is allemaal van paren. Ja, dan zijn wij allemaal een beetje niet in het gras op het haakpunt, En zelf focussen ze zich helemaal ruw langs de stenen. Ja. Daar gaat die. Dit is wel rustiger, dit is wat moer deze. Sommige mensen zijn dan bezig van stomme brasem wil ik niet vangen, wil ik kaper vangen. Nou, als je geen brasem kunt vangen, kun je ook geen karper vangen. Maar vis is vis, hoor. En het gaat om gewoon lekker relaxed aan de waterkant zitten. Even de boel laten. Gewoon even alleen. Weet je, we wonen nu in een appartement, zit je ook allemaal wat dichter op elkaar. En dan vind ik het lekker om in deze weidse natuur lekker te zitten. En of je dan een brasem vangt, of een voren, of een zeelt. Ja. Zeel is altijd mooi natuurlijk, maar ja, zolang je maar af en toe zo wat beet krijgt, hoor je mij niet klaar. En nu begint het, de zon die gaat daar achter de bomen, dus ik moet even de camera opnieuw instellen, maar komt helemaal goed. We rennen op de chuck mais. Chucky chuck. Chuck mais is altijd goed. Dan kan ik jullie altijd aanraden, als je niet meer weet wat je moet vissen, dan... Chuck mais is je laatste redmiddel, zeg ik u. Is zo. Wat een knots weer, papa. Wat een knots. Kunnen jullie het zien zo? Een dikke knot. Die blijft de mensen een beetje rustig deze. Zo. Poenk. Elastiek is een beetje nooit geschoten, maar die trek je zo erin. Ideaal. Echt de beste method feeders. Die van Guru. Zonder meer. Ik heb ze allemaal geprobeerd. Matrix. Drennen. Guru. Dat heb ik nog allemaal geprobeerd van method feeders. Allemaal, jongen. En de enige goeie zijn die van Guru. Vind ik dan, hè. Zeker
dat XC-systeem. Ik vis nooit met inline. Ik weet niet waarom je dat zou doen. Dus ik vis altijd met het X-Safe Method systeem van Google. Tenminste nu. Hè. Kan zijn dat ik me op een gegeven moment bedenken dat er een betere method feeder uitkomt. Maar voor alsnog heeft die Google, maar ze hebben nu ook die nieuwe met die Quick Change Beats eraan. Die heb ik ook gekocht, maar die zijn nog niet binnen. Dus die komen nog. Dus ja, niet verkeerd. Zo jongens, langzaam opruimen. Eigenlijk ben ik al aan het opruimen, dus het is niet heel langzaam. En lekker, ik heb nog een paar braasjes gevangen. Ik heb ze niet allemaal in beeld gezet, want ze leken allemaal wel een beetje op elkaar. Maar echt lekker gevist. Nog niet klaar. En nu hengeltje weer opbergen en dan weer naar huis. Dan begint alles weer van voren aan, namelijk de videobestanden kopiëren, dan alle videoopnames bekijken, naam geven, volgnummer, sorteren op datum en tijd. En sorteren op datum en tijd. Dat zei ik al. Backup maken. Dan een commentaar sectie opnemen thuis. Alles editen. Dan een beschrijving aan de video knallen, thumbnail maken, de website post schrijven. Wat nog allemaal. En dan denk ik de video publiceren. En dan ben ik dan met de video zo'n 30 uurtjes bezig. En jullie kijken hem in 20 minuten uit. Dat gaat een stuk sneller. Dat gaat een stuk sneller. Zo jongens, ik ben moe. Ik ben echt moe. De hele dag, de hele avond aan het water gezeten. En nu even de afsluiten opnemen. Oh, sorry hoor, als ik niet zo'n entertaining value heb nu. Maar ik ben gewoon even moe. Even kijken naar de video's van de... Even kijken, poink. De stomme YouTube doet het er niet. Play zeg ik. Wat nam ik nu? Kijk wat mensen te melden hebben. Joris, ik zeg in België mag je niet vissen. Ja, daar ben ik ondertussen achter. Bijna half België zet een commentaar eronder van je mag bij ons niet vissen. Ja. Even kijken, er komt mijn dochter binnen. Ik ben even aan het opnemen. Oh, sorry. Ja, je mag wel binnenkomen hoor. Ja, mijn water. Ja, kom maar binnen hoor, Luc. Maakt niet uit. Je staat niet op beeld. Ik sta niet op beeld. Dus als je niks zegt, sta je ook. Ik pas beeld zijn. Nee, niet aankomen. die jeugd van tegenwoordig, jongen. Maar Royal Vistik, die zegt, mooie intro, leuke video. Keep up the good work. Ik had laatst ook de snoek mee voor te pakken. Het grappige is dat mijn schrikje wel dood. Je schrikt ook hartstikke dood. Ik had het echt niet verwacht. Even kijken, KNP's Garage is echt een tijdje geleden op je kanaal terechtgekomen. Erg toffe, leuke, leerzame video's. Kijken we uit naar de volgende. Dankjewel. Het is wel grappig, heel veel mensen die nu pas bij amateurvissen.nl uitkomen, die kijken filmpjes die ik 6 jaar geleden heb opgenomen. En daar kan ik me allemaal niks meer van herinneren. Vissen met Fonds, echt zieke video weer. Bizar ook, die snoek. Genieten man, jazeker. Vissen met Fonds. Fonds, volgens mij ben jij een keer een vismaat van mij tegengekomen aan, bij de kassen ergens in Den Haag. Björn, die kende jou. Ah. Positive 99, supergoeie intro, ziet er professioneel uit. Dankjewel jongens. Ik ga er een einde aan breien, want ik ben doodmoe. Ik wens jullie nog veel visplezier. Behalve voor de Belgen, want die mogen niet vissen. Haha.
En tot de volgende keer.